Hardcore Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Rise of the Tomb Raider, hier op Vaku Games. En jongens, in de vorige aflevering hebben we die graftombe op de achtergrond helemaal verkend. We hebben ook een hele nuttige vaardigheid geleerd. Lara kan vanaf nu extra snel genezen. Dat gaat er waarschijnlijk heel wel goed van pas komen, want binnenkort komt er waarschijnlijk een oorlog aan. En ik weet niet precies wat ze hier onder oorlog verstaan, maar we moeten in ieder geval heel erg veel wapens zien te verzamelen. De vorige keer hebben we een beetje gekeken van waar moeten we dan ongeveer naartoe. Dat is hier. Het enige lullige is, er lopen ook beren in de vallei hier beneden. En dan weet ik niet of dat helemaal goed gaat aflopen. Want beren, die kunnen heel goed broodjes smeren, maar je moet er niet mee gaan lopen vechten. Dus daar moeten we echt eens eventjes mee uitkijken. Ik denk trouwens dat het handig is. Kunnen we via hier naar daar? Kunnen we via eentje hier beneden? Zou dat kunnen? Oh, zou dat kunnen? Zou ik via hier naar boven kunnen klimmen? Ja, dat kan. En dan kan ik ook met deze extra snel zo. Ah, peggy. Dan zijn we in ieder geval veilig voor de beren. Tenminste, dat denk ik. Oh, kijk uit. Please, kijk uit voor de beren. Oh, ik zag twee beren broodjes smeren en Lara in tweeën splijten. Ik hoor een beer. Ik hoor iets grommen. Wat is dit? Een onderdeel van de compoundboog. 3 van 4 gevonden. Nice. Gratis deel van de compoundboog. Awesome. Ik denk toch dat we verder naar beneden moeten, jongens. Want we moeten daar ergens heen. Hoe gaan we dat nou weer verder? Oh, wacht eens even. Er is daar een touw. Er is daar een touw. Ik ga niet met beren lopen kloten op het moment dat het niet hoeft. Hoe gaan we daar naar boven? Moeten we eentje hoger? Ja, hier. Leroy Jenkins! Fuck jou, beer. Oh-oh. Ze komen eraan. Ze komen. Oh, jij bent de tegenstander, of niet? Ik had je bijna kogel weer bakkers geschoten, vriend. Of je even een beetje uit wil kijken. Ja, we moeten die brug over. We moeten achter die andere gast staan. Is dat Trinity daar aan de overkant? Lijkt me toch niet. We moeten eerst gaan vergaderen. Oké, jongens, ik heb helemaal niks bijgedragen. Tenminste, niks nuttigs. Ik had eigenlijk wapens moeten hebben. Bomben in de buurt. Waar nou weer? Daar is ergens een graftombe. Daar. Ik ga hem kijken. Ik ga hem kijken. Ik hou van graftombes. Graftombes zijn awesome. Uitkijken voor de beren. En twee beren die broodjes smeren zijn zeer gevaarlijk. Sowieso dat het hier een berengrot is. Dus ik hou mijn gun in aanslag. Je weet het immers maar nooit met die beesten. Beren zijn namelijk toch al onvoorspelbaar. En vrij gevaarlijk. Dat ook nog eens een keertje. Hoe gaan we hier naar boven komen? Het is onmogelijk, G. Kunnen we hier zwemmen? Vrij gevaarlijk. Kunnen we onder de grond hier? Nee. Ook niet onder water. Lara, hoe gaan we dit doen? Misschien hier. Hier kunnen we eruit. En dan kunnen we hier naar boven. Ik hoor echt beren. Ik hoor ze. Ik weet niet of dat het water is, maar ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het eng. Ik hou echt niet ervan om te schrikken in een game. Is dit een verborgen tombe? Dit is een verborgen tombe. De verborgen tombe des doods. Dat zijn wel lekker efficiënt. Dan hebben we in 2 afleveringen. Om voorbij dit punt te komen heb je draadspoel nodig. Ja zeg. Dat is flauw. We kunnen toch gewoon aan de overkant lopen? Dat is niet zo moeilijk. Waar ben je nou voor flombreder? Je bent een flop, Lara Croft. Ik heel stoer denken dat ik iets stofs kan doen. En dan kan dat helemaal niet. Wat flauw. Zweefduik. Dat is geen zweefduik, dat is een bommetje. Je kon als een soort assassin kon je in het water in springen. Dan ga je dat soort dingen doen. Ziet er niet uit, meid. Nou goed, dan maar naar Trinity toe. Ze komen vanuit de lucht. Dat is goed met ze. Eswa, gaat bij jou dan. Ja, niet met mij. Ik ga ze niet helpen. Dan zullen we een guerrilla warfare moeten voeren. Dan gaan we over een valstrikken zetten. En dan trappen ze erin en dan worden ze de lucht in geslingerd als een soort konijn in het bos. It will be long. Dat moet niet bij Lara zijn. Only then will we be victorious. For now we light the fires, warn the others in the valley. Had je dat nu niet gedaan dan?
Had het de veren geregeld? Waarom kom je er nu pas mee aanzetten? Oh my god. Zelfs ik snap meer van tactische planning. Ja, we hebben het gesnapt. Ja, mogen de profeet met je zijn, Ashkarsen. Mogen mijn kogels met je zijn, dat heb ik eigenlijk veel liever. Oh, hi. Wat is er? Wat is er dan weer aan het zwaaien? Dronken mafkees? Waar moeten we nu heen? Moeten we gewoon verder? Oké, laten we verder lopen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Een botte pijl is beter dan geen pijl. Op zich is dat de waarheid. Al heb ik liever een scherpe pijl. Ruïnekamp. Hebben we toch wel nog een leuke skill die we kunnen gebruiken? Een nuttige skill? Wel een wapen upgrade. Welke dan? Boog. Wat kunnen we upgraden? Pulse release. Met een aangespannen release kunnen volledig gespannen boogpees makkelijker en langer vasthouden. Ja, graag. Dan kan ik rondlopen en dan kan ik die boog inderdaad zoals Lara nu doet, kan ik hem vasthouden. En dan kan ik schieten op het moment dat het nodig is. Dat is slim, dat is nuttig, dat is handig. Hé, hey, kippies! Je wil Lara's hulp niet, echt niet. We moeten iets in de fik steken. Het signaalvuur. Waar is het signaalvuur? Is dat een signaalvuur? Steek het seinvuur op de torenspits aan. Is dat een torenspits? Die is wel naar uit, hè? Uiteraard is er geen pad. Want ja, dit doen die mensen elke keer op deze manier. Hoppakee. Bouw gewoon een brug. Dat is veel simpeler en bovendien ook nog eens een keertje een heel stuk veiliger. Anders wordt de Arbo-dienst binnenkort boos. Oké, lift. Oh, kijk uit. Leeuwetje, pak je ze vast. Dit is niet de manier om een vuur aan te steken. Bel gewoon iemand op zijn mobieltje. Jullie hebben toch telefoons? Blijkbaar nou in één keer niet meer, hè? Oké, waar moeten wij heen? Oké. Los en vast haken! Haak jezelf vast dan. En dan vind je daar het darm. Hop. En naar boven. 1, 2. Oh. Jongens, de boel lazen hier in elkaar. Maak dit eens even een beetje steviger. Doe dit niet op deze... Hoekje om. En een beetje snel voordat je zelf het hoekje om gaat. 1, 2, spring. Hop. Wat een onhandige manier. We zullen er nou toch wel bijna zijn. Hoog. Niet doen. Snel. Hoekje om. Oh, snel. Spring en grijp. Is dit een torenspits met het vuur? Waar is het vuur? Hier is geen vuur. Wat is dit? Oliefles. Dan kunnen we natuurlijk vuurpijlen afschieten. Brandpijlen. Met de oliefles kun je brandpijlen maken. Brandpijlen kunnen doeken, explosieven en ongepantserde vijanden ontsteken. Selecteer brandpijlen door meerdere malen op 1 te drukken, doordat het vuuricoon wordt weergegeven. Het maken van brandpijlen vereist doeken, olie en normale pijlen. Oké, ik hoor dit. Mag ik het eerst meenemen? Gaat dus even niks. Zou awesome zijn. Nou alleen nog die boel aansluiten. Of we moeten hem nog ergens aansteken. We zijn er niet hoog genoeg. Of niet iedereen kan het zien. Hop, pak hem vast. Ga naar boven. Hoekje om. Dan moet hij toch wel ergens de boel in de fik gestoken kunnen worden. Hop. Niet dat ding, dat is veel te hoog. Bekijk wat hoog. Nee, niet op die manier. Nee! Lara Croft, kom op. Ik zei nog zo. Kijk een beetje uit wat je doet. Maar nee, zo'n veel te ingewikkeld voor Lara. Een beetje uitkijken. Een beetje om je eigen veiligheid denken, Croft. Hop. Dus dat betekent... Nee, eerst naar boven. Ja, dan doe je. Juist. Je moet Lara af en toe gewoon aanspreken als een klein meisje, hoor. Zo intelligent is ze verder ook allemaal weer niet. Hop. Hoekje om. Hoe kunnen we nou verder springen? Via hier? Brandpijlen gebruiken. Kunnen we vanaf hier schieten? 1. Oké, vuur.
Mister Power. Dat werkt niet. Fire! Iedereen steekt het vuur aan. Handig dit. Goed systeem om dingen door te geven. Weet alleen niet wat er aan de hand is. Alleen dat er een vuurtje is. Maar voor de rest, hoor. Brand. Laten we gauw alles in de fik steken. Dan denken we niet dat er brand is. Olie. Dank u. Ga terug naar Jacob in het dorp. Oké, is goed. Wow, zo hoog. Dat is veel te gevaarlijk, man. Er moet een makkelijkere manier zijn. Rond via deze kant. Hup. Maak vast, Leroy Jenkins! Nou Jacob, ik hoop dat je dapper bent. Oh. Een kist. Wat hebben we hier? Onderdeel 4 misschien? Boog ontgrendeld. Oh yes. Waar de fuck is Jacob? Jacob G. Hij is dikke top. Jacob, waarom kan Jacob niet gewoon naar mij komen? Waarom moet ik elke keer naar hem toe? Ik ben de dame, weet je wel. Ik moet niet te veel mezelf inspannen. Jacob moet zichzelf een beetje... Ben jij Jacob? Jij bent Jacob niet. Je ziet er niet uit, Jacob. Greetings. Ja, gegroet. Ja, is goed. Het is fucking Kingdom niet. Ik hoor helikopters. Helicopters are headed your way. Uh-oh. Hey! Laat dat dit eventjes. Of je het wil laten. Hoe kunnen we die boel aansteken? Kunnen we via hier... Hier kunnen we sowieso komen. Pak je gun, Lara. Zo'n dekking. Trinity is er. Nee. We gaan onze wapens niet neerleggen. Ik heb net een nieuwe boog. Godverdamme, smerig moeraswater ook weer. Nee. Vuur. Het moest alleen maar vuur in de kerktoren zijn. Hoe gaan we hier dan weer aan ontsnappen? Overal is de fik! Where is the divine source? Uh-oh. Tell me. Stop. Ja, zeg! Don't hurt anyone else. Where is it? Wait! Wait! There's a map. The Atlas. It will show you the way. Niet Jacob doodschieten, hè, vriend. Oké. Tell me about this atlas. Hoe? Jacob, baas! Got him! Jachtgeweer met pompactie. Lara houdt van pompacties. Hier! Pompactie op je muil! Hier! Reload! Reload! Wat een awesome gun! Zijn er nog meer? Wat een bazending! Ah! Reload! Meer kogels! Hoppakee, vol in je mouw! Wat een heet geblakerde persoonlijkheid. Holy shit, een vlammenwerper! Die gaan we sowieso op zijn rug schieten. Nee, rot op! Rot op! Kutje! Ik moet hem op zijn achterkant schieten. Raak op zijn achterkant. Of loop zelf je eigen vuur in. Hij is zijn eigen vuurtje ingelopen. Wat een sukkel. Ze smeren hem. Wat een poesies. Alleen maar omdat Lara goed is om pompen. Is dat de enige reden? We've been overrun by the natives. Croft is with them. Several casualties. Men are dead and scattered. Niet de boel slopen. Kom op, we moeten allemaal weer terug.
Zet het netjes neer, het is een kerk. Die gaat niet slopen. You have nothing to show for your efforts. Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail. Trinity. Oh, dan ben je er anders heel druk mee bezig, maat. And you know what that means? I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the source. Misschien heeft ze AIDS. And you will have it. Dan zou je best wel goed kunnen gebruiken waarschijnlijk, hè? This is God's will. Our success is inevitable. Als dit Gods wil is, dan zou ik vooral niet met zijn spullen in zijn kerk gaan lopen gooien. My time is running out. Gewoon een tip hoor. Denk dat God het niet leuk vindt als je zijn kerk gaat slopen. Wel tof dat hij pakages aangestoken heeft. Zo van, we slopen de boel, maar we zetten wel een pakages aan. Als goedmakertje. Oké, sure, whatever. Ja, nou moet je echt flink bidden, vriend, want je hebt zijn kerk gesloopt. I've come so far. I've endured so much. These final barriers you have set before me. These sins you have forced me to commit. They must. Oh ja, geef God maar weer de schuld. Have purpose. Niet dat het uitmaakt dat je God de schuld geeft of niet, maar het heeft niet heel veel nut om eerst de boel te slopen, vervolgens een kaarsje aan te steken en dan ook nog eens een keertje God de schuld te geven. Denk niet dat hij dat heel leuk vindt van je. Please. Show me the way. Ja, lekker. Had je die atlas maar moeten hebben, hè? Dude. Hij bloedt. What the fuck? Waarom bloedt hij? Waarom bloedt hij in één keer uit zijn handen? Is hij ongesteld in zijn handen geworden of zo? What the fuck? Wat is er met die vent aan de hand, jongens? Je begint het ook een soort zombielandschap te worden. Stay with me. Stay with me. I'm sorry. Iedereen is dood. Tenminste, bijna iedereen. En dat is allemaal vanwege jou, Croft. Als je gewoon was weggebleven, gewoon lekker in je thuis had blijven zitten. Op de bank, tv aan, bakje popcorn ernaast. Dan was dit allemaal nooit gebeurd. Maar nee, Lara Croft moet ze nodig weer eens een of andere rare tombe gaan lopen zoeken. Oké, prima, maar ga dan niet lopen klagen dat vervolgens alles is opgeblazen. Dat is wel een beetje haar werkwijze. They have many resources. And the atlas. It's an ancient map to the old city. The Trinity won't find it at that tower. Many of my people live in those ruins. Als je nou even zegt waar ik hem wel kan vinden, dan scheelt me dat heel veel moeite. En waarschijnlijk ook 26 levens van mensen in je stad. We gaan er ongetwijfeld door een heleboel dood. Als je me nou niet gewoon vertelt. Ah, zie je. Iemand die Lara door heeft. Hij heeft er door. Ga je weg? Waar ga je heen? Wat gaat hij doen? Waar gaat hij heen? Naar de toren. Volg het pad naar de toren. Oké, sure. Ik zie een toren in de verte. Dat is een flink aan het klimmen. Gaan we de volgende keer doen. Vaku Gamers, hopelijk willen jullie vandaag nog eventjes een like op deze video achterlaten. Als je dat nog niet gedaan hebt, ondanks dat Lara alles weer gigantisch aan het opblazen is, hoop ik natuurlijk dat je nog even ergens een like kan vinden. Ik hoop natuurlijk ook dat jullie er morgen weer bij zijn, bij de volgende aflevering van Rise of the Tomb Raider hier op Vaku Games. En mocht je nu niet geabonneerd zijn op Vaku Games, klik eventjes op het abonneerknopje, of zometeen natuurlijk in het eindscherm op het Vaku Games logo. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Ik wil je ontzettend bedanken voor het liken van deze video. En tot morgen, zelfde plaats, zelfde tijd, voor de volgende aflevering van Rise of the Tomb Raider, hier op Vaku Games. Mazzel!